يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خليت برودرز اند سيسترز، ايم فروم ذا زاك دي die mij bezighouden, en ik denk velen van jullie ook, is dat wij altijd de vraag stellen, waarom lukt het mij niet om standvastig te blijven? Of waarom lukt het mij niet om te concentreren tijdens mijn gebeden? Waarom lukt het mij niet om constant die zoetigheid van aanbidding te voelen en te ervaren? Waarom glijp ik elke keer weg? Waarom word ik in staat gesteld, of waarom breng ik mezelf op dat niveau, dat ik in staat word gesteld om te zondigen, om afstand te nemen van het pad van Allah, terwijl ik heel goed weet dat dat verboden zaak is. En dat wij heel goed weten dat Allah Azza wa Jalla naar ons zit te kijken. Het klinkt onschuldig, maar het is een grote zaak. Wanneer wij dat besef hebben, dat het een fout is, en dat Allah ons ziet, en dat we alsnog in staat zijn om Allah te ongehoorzamen. Klinkt heel onschuldig, maar het is eigenlijk bizar. Het is eigenlijk ongelooflijk dat wij onszelf op dat niveau brengen. En ik denk persoonlijk, wallahu a'lam, dat het probleem is, niet zozeer ligt in onze kennis, want die hebben we. Maar het gaat juist om hoe wij het voelen en ervaren. De nodige stappen die wij ondernemen. Wij plannen niet. We gaan niet zorgvuldig met de gunsten die Allah ons heeft gegeven. We zien het als vanzelfsprekend dat wij moslim zijn. Dat we Allah aanbidden. Dat we bepaalde rituelen verrichten. Maar we gaan niet nauwkeurig te werk. Wanneer iemand van ons een onderneming start, gaat langs verschillende adviseurs. Stelt een ondernemingsplan op. Waarom? Die we iets groots ondernemen. Wanneer die iemand ten huwelijk wil vragen, doet ze een onderzoek. Bereidt ze een huwelijk goed voor. Maar wanneer het op het paradijs neerkomt, zien wij dat wij heel nonchalante houding aannemen als het gaat om de weg naar het paradijs toe. En daarom moet dat, zo'n mindset moet veranderen. Als ik succes wil, dan moet ik er keihard voor gaan werken. Als ik succes wil boeken en doen en wil realiseren, dan moet ik nodige stappenplan maken en ondernemen. Dus ook volgen in ons dagelijks leven. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Want we krijgen heel veel kansen. We krijgen bepaalde momenten in het jaar van Allah Azza wa Jalla als een trap om te stijgen. Om in rangen te stijgen. We krijgen een kans om bepaalde obstakels uit onze weg te verwijderen. Die ons belemmeren in het pad naar Allah subhanahu wa ta'ala. En Ramadan is één ervan. De Hajj is één ervan. Sterker nog, elk gebed die wij verrichten, waarbij wij voor Allah subhanahu wa ta'ala gaan staan en onze band met hem gaan herstellen, is ook een kans. Maar laten we het nu hebben over de maand Ramadan. De gezegende maand Ramadan die we één keer per jaar krijgen. Eén keer in het jaar. Waarbij de shayateen worden vastgeketend. En ik vind het bijzonder dat een van de geleerden zegt, de shayateen worden niet letterlijk geketend. De duivels worden niet letterlijk geketend. Zowel de echte duivels als de menselijke duivels. Maar die worden geketend met jouw ambities. Die worden geketend met jouw werk. Die worden geketend en geketend met het goede wat je onderneemt. Wanneer iemand voor je gaat staan en jou verleidt om het slechte te doen en je zegt, ik ben aan het vasten. Ik heb mezelf op een ander niveau gebracht, ik ga dat niet ondernemen. Dan voelt die persoon zich geketend, machteloos. Dat is de kracht die Allah Azza wa Jalla ons middels het vaste wil meegeven. En dat staat centraal in een vers in Surat al-Baqarah die over het vaste spreekt. Allah zegt, o jullie die geloven. Met andere woorden, elke persoon die zich onder deze categorie beschouwt, zou nu alles los moeten laten, alle ideeën en opvattingen die we op dit moment hebben, en luisteren. Want Allah wil jou iets meegeven. O jij die gelooft. Kutiba alaykum as-siyam. Kutiba betekent hier verplicht. Het is een verplichting. Dat is nummer 1. Dus we kunnen niet onderuit. We kunnen niet dit vers anders gaan interpreteren. Het is een verplichting. Punt. Kutiba alaykum as-siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Zoals het voorgeschreven was voor de generaties en volkeren voor jullie. Maar waarom?
Wat is de essentie van het vasten? Om honger te lijden? Nee, staat niet in dit vers. Om dorst te hebben? Nee, dat staat ook niet in dit vers. La'allakum tattaqun. Ik kies er bewust voor om taqwa niet te vertalen. Zeker niet in één op één vertaling. Want taqwa is een status, is een toestand, is een proces wat je dient te ondergaan. Het is een reis die je aflegt naar Allah subhanahu wa ta'ala. Het heeft een begin en het heeft een eind. En het eind is in het paradijs. Dat je elke keer aan jezelf werkt om jezelf verder te ontwikkelen. Om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Om een betere zelf te maken. En daarom zeg ik, Ramadan moet ervoor zorgen dat jij jouw naam wordt. Punt 2. Of 2.0, zoals dat zeggen. Dat je een andere versie van jezelf wordt. Ramadan is een kans. En dat moeten we ingrijpen, geliefde broeders en zusters. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hierover. Men sama Ramadana. Om ons te motiveren, te stimuleren, het maximale in deze maand te halen. Men sama Ramadana imanen. Wie deze vastende maand, dus vasten doorbrengt, in een toestand van geloof. Wat betekent geloof? De innerlijke kracht, motivatie uit het hart om het maximale uit jezelf te halen. Imanen, wahtisaben. En rekenend op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala, wat een middel is en geen doel op zich. Wij vasten niet om hasanat te verdienen. Wij vasten om het welbehagen en tevredenheid van Allah te bereiken. Dat is waarom wij vasten. En om taqwa niveau uiteindelijk te bereiken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in een hadith meerdere malen amin. Maar de sahaba hoorden niet waarop hij amin zei. Ze hoorden alleen maar dat hij amin zei. In een deel van de hadith vroegen ze aan de profeet. Waarom zegt u 3 keer amin? Hij zegt, ik zeg onder andere amin voor degene die de maand Ramadan als een kans heeft gekregen om vergiffenis te krijgen of om vergeven te worden. En hij benut deze kans niet en wordt hem niet vergeven. Dan zeg ik amin op deze persoon. Dat hij de verliezer zou worden. Dat hij de nabijheid van Allah niet zou bereiken. Dus het is een grote zaak. Het is een serieuze zaak. Het is iets waar we naar moeten werken, geliefde broeders en zusters. En serieus moeten nemen. We moeten de nodige voorbereidingen, dat is de kernboodschap vandaag. We moeten de nodige voorbereidingen treffen. Niet met zoetigheden, niet met eten en drinken. Laat de tafels niet altijd zo vol zijn. Laat het niet alleen maar om eten draaien en dat we alles inhalen in de nachtelijke of in de avonduren. Maar laat het om andere zaken gaan. Om je band met Allah, om je band met jezelf, om je band met je vrouw, met je kinderen. Werk eraan om dat op een ander niveau te krijgen, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. In het paradijs, geliefde broeders en zusters, en hiermee brengt Allah of de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons van dit leven naar het hiernamaals. Met andere woorden, als je niet voldoende motivatie hebt uit dit leven om de maand Ramadan optimaal te benutten, laten we jou meenemen naar het paradijs. Waarin iedereen gaat snakken naar één hasana. Waarin iedereen voor Allah subhanahu wa ta'ala gaat staan zonder bemiddelaar. Zonder iemand die vertaalt. Jij gaat voor Allah azawajalla staan en die gaat jou ondervragen voor elke daad wat je hebt ondernomen. Op dat moment zal jij geen vrienden hebben. Zelfs jouw moeder zal afstand van je nemen. Jouw vader zegt, sorry, ik heb lang voor je gezorgd, maar dit moment moet ik aan mezelf denken. Zelfs de profeten, behalve de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die voor ons zal bemiddelen. Op dat moment zullen een groep mensen, mogen Allah ons doen behoren tot deze groep, zullen gevraagd worden omdat ze speciaal zijn. Omdat ze een ander niveau hebben. Omdat ze uitverkoren zijn, omdat ze uitgekozen zijn. En ze worden geroepen vanuit een poort van het paradijs. Om hun positie aan te duiden. Van jullie zijn speciaal. Ze worden geroepen, geliefde broeders en zusters, van een poort genaamd Ar-Rayyan. Waar zijn de vastenden? Allah zegt niet waar zijn degenen die honger hebben geleid. Of dorst hebben gevoeld. Nee, waar zijn de vastenden? Degenen die met hun tong hebben gevast. Degenen die met hun ogen hebben gevast. Degenen die met hun oren hebben gevast. En degenen die met hun hart hebben gevast. Waar zijn die? Die mogen als eerste het paradijs binnentreden. En dat poort zal op slot gaan. En zal niet meer geopend worden voor wie dan ook. Behalve voor deze groep mensen. Wil je tot die groep behoren? Dan moet je nu keihard gaan werken. En serieus een plan opstellen. Om deze maand op de juiste wijze te benutten. Ik wil afsluiten met 2 punten. Die wij direct in ons dagelijkse leven kunnen toepassen. Om ons voor te bereiden op deze gezegende maand.
Het eerste is innerlijke voorbereiding. En daarbij is één vraag voldoende. Hoe gaat het met mijn hart? Niet klopt die hart of niet, maar hoe gaat het met innerlijke ziektes? Hoe gaat het met haat, wrok, jaloezie, afgunst? Hoe gaat het met mijn hart als het gaat om liefde voor andere mensen? Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn man, voor mijn gezin, voor mijn buren, voor de mensheid die Allah geschapen heeft. Sterker nog, voor alles wat op aarde beweegt, alles wat Allah geschapen heeft. Hoe zit het met mijn hart? Zijn er zaken waar ik aan moet werken? We hebben 2 weken geleden gesproken over dat wij eerst onze hart moeten reinigen alvorens wij het kunnen vervullen met het goede. Als jouw hart vervuld is met haat, kun je hem nooit vullen met liefde. Onmogelijk. Verwijder eerst, reinig eerst, alvorens je eigen andere kwaliteiten eigen kunt maken. Tweede is praktische voorbereiding. Wat heb ik nodig om de maand dan goed door te brengen? Heb ik tentamens? Heel veel jongeren die ook gedurende de maand tentamens zullen hebben. Laat mij nu gaan beginnen. Laat me nu goed gaan leren om niet in problemen te komen als ik straks moet vasten. Laat me goed beginnen. Laat me nu de tijd benutten. Laat me afstand nemen van Facebook, van Twitter, van Instagram. Of welke social media dan ook. Waarom? Want ik wil mezelf voorbereiden op de maand Ramadan. Heb ik ruzie met een broer, met een zus, met een tante, met een vader, met een oom, met een moeder? Laat me dat nu recht trekken alvorens het te laat is. Heb ik kennis nodig? Weet ik alles over het vasten? Weet ik wat de regels zijn van het vasten? Ga een boek aanschaffen. Ga op internet zoeken. Ga naar je lokale imam om te vragen wat de regels zijn van het vasten. Wat verbreekt het vasten? Wat is afgeraden tijdens het vasten? Wat moet ik doen tijdens het vasten? Wat zijn de goede daden? Hoe kan ik mijn tijd goed plannen? Hoe kan ik mijn tijd goed managen? Hoe kan ik dat combineren met school, werk en familie? Dat zijn allemaal zaken waarover wij moeten nadenken. En waar wij een plan voor moeten opstellen, geliefde broeders en zusters, om optimaal deze maand te benutten. Het is een kans en wallahi, je zult die kans nooit krijgen. Heel veel mensen hebben vorig jaar mee gevast en dit jaar niet. Ik heb net 2 verzoeken van 2 vrouwen die recent zijn overleden. Enkele dagen dan is het Ramadan en ze hebben het niet gehaald. En wie belooft jou morgen of straks of volgende maand? Dat belooft jou niemand. En sterker nog, de maand Ramadan van vorig jaar is niet dezelfde maand die nu nog gaat komen. Die is al geweest. Dat is een andere kans. Een metgezel zegt, een dag dat ik niet dichter bij God ben gekomen, is een dag dat ik niet heb geleefd. Want donderdag is een donderdag die gaat weg, gaat nooit meer terugkomen. De maand Ramadan is een maand die weggaat en nooit meer gaat komen tot de dag des oordeels. Mocht Allah ons in staat stellen om het maximale uit deze maand te halen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons op een ander niveau brengen in deze maand. Mocht Allah onze harten reinigen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما. واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي الناس أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين اللهم ارحم موتانا هذه الأخت تطلب منكم الدعاء لأمها ولأحد يعني للإخوة لإحدى الأخوات توفت نسأل الله عز وجل أن يرحمها صلى الله سبحانه وتعالى أن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وسع قبرها مد بصرها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها نسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في رجب وشعب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة